enorm te bedanken voor de aandacht die met grote opkomst in ieder geval besteedt aan dat onderwerp. Vind ik heel erg leuk om te zien. Daar wil ik jullie voor danken. Ik wil ook de PVUB bedanken voor de enorm goede organisatie in deze mooie locatie. Erg mooi. Dat is het einde. Wat ik wel leuk vind is dat ik heb vorige week met Erik afgestemd dat wat ik wil doen is vanuit het perspectief van een bestuurder. Het perspectief vanuit bestuurder, commissaris, die je uiteindelijk als security professional zoals we hier allemaal zitten, zou moeten adviseren, of in ieder geval een mening zou moeten vormen om ze goed te bedienen en goed te informeren over wat nodig is aan security. Dankjewel. Dus mijn insteek is met name de governance op business information security. En ik heb het dus over business information security en over IT security. Dat er in de bedrijfskundige informatiebewaring van kritische assets. Daar doen we het voor. En dan is eigenlijk meteen de vraag, weten we allemaal dat de bestuurder dat helemaal niet zo ziet? Bijzonder is dat als je het hebt over het beschermen van kritische informatie, patenten, octrooien, tekeningen, alles wat heel kritisch is, wat staat op, of betaalt op informatie, niet als kritische asset op de balans staat. Dus die CEO, de CFO, is daar veel minder mee bezig dan wat wel op zijn balans staat. Dus dat is sowieso een interessant gegeven waarom security governance een belangrijk item is. Nou, waar wil ik het over hebben? Ik heb normaal de grote balk hier, hè, dan gooi ik er geld overheen en zeg ik tegen de bestuurder, dit gebeurt elke dag bij jullie, er gaat geld over ballen. Ik vond dit wel een mooi voorbeeld van de gemeente Amsterdam. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen wat hier gebeurd is. Nieuwe logo van de gemeente Amsterdam. Drie keer raden wat het gekost heeft. Iemand? 100 ton. 2,5 ton. Zie je het verschil? Dat zien we ook in de dagelijkse praktijk met information security. Ga ik straks het volgende uitgeven. Wat ik wil doen met jullie is in ieder geval aangeven, nou wat verstaan we nou over business information security governance? Waar hebben we het over? Wat zijn nou bedrijvers voor een bestuurder dan wel toezichthouder? Leuk gegeven is ook, hè, als je kijkt naar, we hebben over de boardroom, waar hebben we het dan over? Is dat, definiëren wij dat als een bestuurder? Is de raad van bestuurder de board? Of is de raad van commissaris de board? Iemand? De woord. Want in Nederland hebben we een heel apart model. Dat is heel anders dan in Anglo-Saxische landen, want daar heb je één woord en dan zitten ze bij elkaar. Maar in Nederland kennen we traditioneel de Raad van Bestuur en de Raad van Commissaris, die houden toezicht op bestuur. Per definitie dus ook op risk management, bijvoorbeeld over technologie. Ik ga straks wat voorbeelden van aanhalen. Wat zijn dan bedrijven van bestuur? Kan je business information security inzetten om business goals te dienen en daarmee waarde te creëren? Een korte introductie over mezelf. Oprichter en CEO van BA. Wat we met BA doen is eigenlijk het tunen van business information security. Dus maturiteit van information security naar een hoger niveau dan wat gewenste niveau brengt. Waarom? Omdat de bestuurder ook heel slim, heel snel begrijpt wat het zegt als hij een 5 scoort beschouwd van 5 of een 10 beschouwd van 10. Dus het is vooral belangrijk om te duiden naar wat is het maturiteitsniveau en dat er onderliggend heel goed genagedacht is over wat je per maturiteitsniveau nodig acht. Dat is natuurlijk evident. Maar uiteindelijk is het meten van maturiteit een belangrijk iets. Wat doen wij daar? Is het meten van maturiteit. Dat komt vanuit wetenschappelijk onderzoek vanuit de Universiteit van Antwerpen. En sinds kort ook een lectoraat bij Novi over maturing business information security. En nou, interessant detail is, doordat je daar wat vaker over praat en wat vaker in bestuurskamers het verhaal kan doen, ook in Nijrode Corporate Governance Instituut, steeds interesse toont in nou, help ons nou om cybersecurity wat meer grip op te krijgen. En vanuit bestuur en vanuit toezichthouder daadwerkelijk wat beter op de kaart te krijgen en ook te weten wat we nou uiteindelijk meten. Nou, we hebben daar zelf een applicatie voor ontwikkeld, 4 jaar geleden, die volledig in kaart brengt op al die niveaus. Wat je nou op orde zou moeten hebben. Daar ga ik wat voorbeelden laten zien hoe we dat voor de praktijk laten werken. We hadden net een voorbeeld over dat artikel wat geschreven, wat ik altijd heel interessant vind, is: kan je het bruiken? Is het bruikbaar? Een mooi wetenschappelijk artikel is moeilijk om te maken, maar het is veel moeilijker om iets te maken wat ook praktisch toepasbaar is. Dat
volgens mij heb ik ook vaak op de Universiteit van Antwerpen een beetje aanschop tegen wetenschappers. Blijf niet te veel die voor het toren hangen bij wetenschappelijke theorie, maar maak het vooral praktisch relevant, zodat het gebruikbaar is en het ook nog een beetje leuk zijn. Dus dat is even de introductie van mij. Nou, waar hebben we het nou over? In hoeverre is het relevant? Een beetje binnen aan die microfoon. Waar hebben we het nou over, die relevantie? Maar als je ziet dat traditionele investeringen in de security eigenlijk volgens de bekende wet van Pareto gaan, 80% van de investeringen, de uitgaven die worden gedaan in Europa, zijn heel erg gericht op technologie. Firewalls kopen, IPS kopen, 80% van de investeringen gaat daarin zitten. Terwijl 20% van de oplossing veelal meer zit in het proces, de structuur en de cultuur. Nou, we worden heel erg gedreven door de digitale agenda van Nelly Kroes. Oud-collega van Nijenrode, die daar 19 juni schrijft op een agenda, ook een college gaat doen over haar agenda in relatie tot de governance of security. En we hebben het over security die steeds belangrijker gaat worden voor bedrijfskritische informatie. Dat wordt een bestuursitem, hè? Dat zien we over de Nederlandse overheid. Dat is een zero-tolerance beleid, vooral voor gemeenten. Gemeenten zijn echt, er worden echt steeds meer het slachtoffer van wat er in Den Haag allemaal moet. Terwijl wij eigenlijk veel meer geloven in, moedig nou juist aan. Moedig juist gemeenten van het bedrijfsleven aan. Zij die het goed doen en hoge maturiteit realiseren, beloon die in de vorm van bijvoorbeeld belastingverlaging. Dan pompen we geld in de economie om cybersecurity tegen te gaan. Maar waarom keren we dat de organisatie het goed doen, niet mee profiteren in belastingverlaging, vennootschapsbelastingverlaging, btw-verlaging en zo'n circulaire economie. Dat zijn voorstellen die we vanuit Nijenrode ook doen. Dat is een crisis, hè? En we hebben heel recent een heel naar voorbeeld gehad van een collega van ons die betrokken was bij security bij de NZA, dat heel vaak heeft gemeld, werd niet geluisterd, was echt een voorgeluid, werd niet geluisterd en het nadelige gevolg is eigenlijk zelfmoord. Ik denk, daar speelt natuurlijk meer mee, maar het feit dat iemand niet gehoord wordt door zijn bestuurders is een heel kwalijk iets. Dus we zien wat er nu de maatregelen zijn als gevolg van een DigiNotar de baan kwam. Neem bijvoorbeeld de NCC-man. Gaan we hier ook wel meer van merken voor dat bestuurders veel meer aansprakelijk worden gehouden als dit soort zaken slecht geregeld worden. Dit gaat een belangrijke case worden. In ieder geval is die voor Nijenrode. En daar komt eigenlijk op concreet, hoe kunnen we dit nou tegengaan? Even voor de theorie. Iedereen die een beetje bekend is met COVID. In Antwerpen zijn we grondlegger van COVID-5. Degene die dat interessant vindt om te weten. Als je kijkt naar COVID-5. En je maakt een onderscheid in governance management operations. Dan hebben wij het op governance niveau over het EDM-proces. Dus evaluate, direct and monitor. Dat is eigenlijk het enige wat daar gebeurt op dat bestuurlijk niveau. Je moet er daarmee bezig zijn. Of je nou CIO bent of CFO. We praten ook vaak over, als we hebben over management. Bijvoorbeeld de ISO, dus meer het managementproces. Daar wordt besluitvorming gedaan, wordt wat hoger, wordt geregeld. En operations is meer de firewalls en de technologie. Dingen daadwerkelijk inregelen. Wat we merken is dat dit goed geregeld is, die onderste twee management operations, maar dat governance bij heel veel organisaties gewoon ontbreekt. En dat geven ze ook toe in onder andere bij Nijenrode Corporate Governance Institute. Daar zitten hier ook wat grijze haren, daar zitten echt heel veel grijze haren die echt ook eerlijk zeggen, en wij weten het eigenlijk niet. En als we de vraag stellen aan de organisatie, krijgen we zo'n technisch antwoord terug. Dat ze ook zeggen, ja, ik voel me daar ook niet altijd zo lang bij om daar repliek op te gaan geven. Omdat dat ook een gebrek is aan kennis over dat onderwerp. Dus vaak overweldigd worden met allerlei technische terminologie. Dus dat is belangrijk om te weten. Nou, we hebben het dus over de bovenste vak. Straks geef ik het aan de Erik wel meer door aan de CISO. Hè. Dus wat houden we dan de CISO bezig? Waar is die allemaal mee druk mee? Nou, wat is nou belangrijk eigenlijk als je kijkt naar onderzoek voor bijvoorbeeld een raad van bestuur? Wat drijft nou de CEO? Waar is hij mee bezig vandaag de dag? Volgens onderzoeken van Forbes en BBC, we hebben verschillende onderzoeken gedaan, dat is differentiatie. Hij wil zich differentiëren ten opzichte van zijn concurrenten. Hij is ook bezig met overleven, dus hij moet op een manier differentiëren. Risicomanagement, we hebben niet alleen over mobiliteit, solvabiliteit, maar ook over technologie. Hij is bezig met het behouden, boeien, winnen van goede mensen. De financiële sector heeft als gevolg van de crisis 35.000 banen verloren. Hè. Dat is echt een astronomisch aantal van de mensen die op straat staan. Maar talent willen ze graag houden. Dus dat houdt hij ook bezig. Dat houdt de CEO bezig.
En vervolgens de toegang tot kapitaal en uiteindelijk kostreductie. Hij moet gaan kostcutten. En wat is dan handig? IT. Dat kost me een hoop geld, kan dat niet terug. Maar het is belangrijk om te weten. Hou dat even in gedachten als je het hebt over, hier is de CEO elke dag mee bezig. En de rol van een CISO, wat beperkt je dan? Hoe kan je zo iemand dienend zijn? Dit is een gegeven, de drijfveer. Wat merken wij dan? Als je het hebt over de toezichthouder, dit is toezichthouder bestuur. Het is een heel mooi recent verschenen onderzoek van Brent Thornton. Voor iedereen die iets doet naar bestuuradvies of naar zijn adviseren van security naar zijn bestuur. De moeite waard te lezen. Waarom? Er staan een aantal dingen in. Gaat er namelijk in? Ze willen differentiëren met verslaglegging. Nou, een mooi voorbeeld, ik noem het voor. Als je een jaarverslag leest, dat is net een soort sprookjesboek, dat is een fantastisch jaarverslag. Maar daar willen ze mee differentiëren. Nou, niet op de manier dat het een sprookjesboek wordt, maar veel meer, zoals we dat mooi noemen, integrated reporting. Dus het gaat veel meer over non-financial risks. Zijn we goed in controle over information processen? Is de informatievoorziening naar stakeholders voldoende adequaat als we het hebben over risk management? Dus integrated reporting gaat belangrijk worden. En uiteindelijk een belangrijk punt is hij wil inzage hebben in hele actuele informatie over je risico's. Dus het mag niet van gisteren zijn. Hè? Kijk naar zijn liquiditeitsrisico's, die mogen ook niet van gisteren zijn. Die moeten heel accuraat zijn. Dat gaat ook over technologie-risico's. Want daar wordt wat over gezegd in dat verslag, dus een integrated reporting. We moeten sneller gaan rapporteren over actuele cijfers, actuele feiten over informatievoorziening en kennis en competenties. Hadden we net al even over, als je kijkt naar kennis van de gemiddelde bestuurder, en dat is niet onherbiedig genoemd, maar dat is echt op dit gebied heel erg laag. Maar zeker wel open voor ja, te leren, ook van de mensen waarmee ze werken. En de vraag is een beetje hoe ga je dat communiceren. Nou, dus hij staat wel nu, de RVC, talenten op information security, ja, die moet ook verder ontwikkeld worden. Nou, kun je een rol in vervullen, wat mogelijk. Nou, wat drijft er nog meer? Een hele strakke communicatie met al zijn stakeholders. Daar ga ik straks nog meer over vertellen vanuit zeg maar, de COVID-5 gedachte betrekking van stakeholders in de business information security strategie. Dat gaat een belangrijk item worden en feitelijke data. Het vertrouwen op blauwe ogen van deze tijd, ze willen feitelijke gegevens. Ik had net een heel mooi gesprek met Alexander over hoe bevooroordeeld en hoe vooringenomen een bepaalde verslaglegging is richting bestuurders, waarbij er niet een feitelijke voorstelling wordt gedaan van gegevens. Andere dingen worden anders voorgesteld dan ze werkelijk zijn. Nou, daar worden ze niet blijer van. Belangrijk is ook te weten dat die splitsing tussen de RVB en de RVC, in de informatievoorziening daarin, de RVC dat moet krijgen uit de organisatie en niet van de RVB, want die mag niet zijn eigen organisatie controleren, dat moet die raad van commissarissen. Dat staat heel mooi beschreven in het rapport van Brent Thornton met zeg maar integrated role reporting die we generaties verslag hebben. Nou, wat zijn even kort de research findings die wij zelf hebben ontdekt? 2 jaar geleden was dit de actuele status. Men is wordt overweldigd met allerlei frameworks. Hè. Er zijn enorme hoeveelheden raamwerken, normen, die zo overweldigend zijn. Kijk bijvoorbeeld naar gemiddelde gemeenten, hoeveel normen en zaken zou moeten voldoen. Dat ze door bomen en bossen hebben gezien. Eigenlijk gebrek is aan de feitelijke data over bedrijfsrisico's. Dus dat heb ik niet over IT-risico, maar echt bedrijfsrisico's als gevolg van. Een heel gebrek aan het meten in die feitelijke data. Ze willen wel leren, maar dat beperkt is omdat er eigenlijk gebrek is aan actuarisdata. Wat straks hebben we over cybersecurity insurance, waarom is dat nodig? Wat zou je eigenlijk moeten hebben om dat goed te kunnen doen? Dat is actuarisdata. Denk even aan een verzekeraar die, als ik in een auto een cabriolet verzeker in Amsterdam-Zuidoost, dan heeft het een ander tarief dan dat ik dat in Twente doe. En die actuarisdata is heel relevant, want een bank heeft andere controles nodig dan een waterschap. Per definitie niet het doel zijn om bijvoorbeeld ISO te gaan implementeren en al die 165 controles te gaan afvinken, want dat is geen doel aan zich. Dat hangt heel erg van de sector af. Maar die actuarisdata zijn heel beperkt voorhanden. Je komt nu wel meer hè, door instituten als NCSC, of meer op cyber gericht. Maar best practices voor bedrijven die patenten huizen, dat denk ik aan onze echte Nederlandse
bedrijven als NXP en ASML, die zijn er niet voor die sectoren. Dat is vrij lastig. Nou, en een belangrijk punt is dat heel veel strategie heel erg op hier gebaseerd is, heel veel beland in de la. Nou, dat geldt niet voor de bedrijven waar wij hier werken. Dat Nelson bedrijf doet er allemaal heel erg goed. En dat geldt ook wat minder voor echt corporates. Maar als je kijkt naar de Nederlandse economie, dan wordt je voor 96% vertegenwoordigd door midmarktbedrijven. Het is een enorm grote organisatie, pool, die dit op deze manier hebben georganiseerd. En daar hebben we een onderzoekstaartje van. En dan zie je, voor de mensen achterin is het even een leesoefening, alhoewel hangt daar ook een scherm. Dan zie je dat een groot gebrek moet zijn aan zeg maar, de meer bestuurlijke zaak. Dus information management, organisatie ervan, beleid. Die kennen we, dat zijn de ISO-domein. Maar wat je ziet is dat 2 jaar geleden deze meting is gedaan, toen scoorden we 2. Nu doen we een meting en nu zitten we op 1,9. Dus we doen het in het Nederlands bedrijf even slechter dan 2 jaar geleden. Dus we hebben eigenlijk nog niet heel veel geleerd. Hoe komt dat? Nou, omdat we heel veel van die topzaken niet geregeld hebben. Dus die bestuurlijke, ik zeg maar, meer het compliance zijn of de policy maken. Dus wat voor risico-exposure we lopen, dat slecht georganiseerd is. Maar ik zou zeggen beperkt georganiseerd. Als je nou kijkt naar wat drijft dus de CEO, hè? Wat limiteert dan de CISO? Nou, dat is onder andere, als je het hebt over differentiatie, is dat die strategie vrij ad hoc is. Dat is niet echt een strategie. Dat hebben we net gezien, want hij doet eigenlijk alleen maar de hele fysiek zichtbare zaken. Dat is, rest. Dat is heel erg fysiek georiënteerd. En dat is per definitie bijvoorbeeld firewalls, hè. Die zijn heel zichtbaar. Maar dat is geen strategie formuleren. Dus een goede strategie formuleren over hoe je cybersecurity te lijf wil gaan, is heel beperkt. Dus hij wordt gelimiteerd, die CISO, door veelal een ad hoc strategie. Die virtualisatie trekt de risico's van virtuele omgeving waar we over praten, internet, zijn heel anders en worden steeds dynamischer en steeds meer. Wat vrij lastig is om daar ook goede expertise op te krijgen en om daar grip op te krijgen. Dat domein van security wordt steeds breder. Laat staan het domein van business information security, wat veel meer over bedrijfskunde gaat dan over alleen maar IT security. Dan zie je dat ook het nog steeds heel erg een IT-aangelegenheid is. En wat zien we daar? Is dat, doordat het een IT-aangelegenheid is, het per definitie gepercipieerd wordt als een postcenter. En nou komt de hamvraag, kun je security, business information security, als een waardecreator inzetten? Want dan ga je uit de kostensfeer en wordt het meer naar de opbrengstensfeer. Dat is denk ik een interessante vraag. Die in Amerika beantwoord is door een aantal zeer erkende professoren. Die hebben daar een boek over geschreven, dat heet IT Risk Turning Business Threats into Competitive Advantage. En die beschrijven eigenlijk hoe kan je nou waarde creëren. Er zijn heel veel artikelen over geschreven hoor, maar dit is zeg maar het meest serieuze boek daarover. Want heel veel artikelen gaan uit van allerlei veronderstellingen. Dus vooral dit als literatuurtip voor vandaag. Nou, even wat criteria, als je het hebt over hoe kunnen we nou waarde creëren met business information security. Dan heb je een aantal theoretische vertrekpunten. Dit zijn er een aantal. Wat kun je nou zien als value contributors? Dit zijn er een stuk of 7, maar je hebt er een stuk of 25 gestudeerd uit. Wat kun je als waardecreator gaan zien? Dan is dit het volgens de theorie. Wat is belangrijk? Je moet meten. Want dan maak je het feitelijk inzichtelijk. En de bestuurder gaat alleen maar af op feiten. Het gaat niet af op onwaarheden. Dus het moet gemeten worden. Het moet transparant zijn, dus het moet ook voor iedereen wel duidelijk zijn waar het over gaat. En het moet duidelijk gerapporteerd worden. Daarmee, dat zijn zeg maar de criteria voor waardecreatie. Er komt uit algemene studies over waardecreatie, algemeen business domein. Maar als we die criteria hanteren, en we kijken naar nou, hoe doe je dat nou dan op bestuurlijk niveau? Dus de vragen, wellicht van jullie of vanuit een van jullie bestuurders, hoe gaan we nou met security governance om? En wat moeten we dan minimaal hebben? Hoe ga ik dat nou meten? Ik heb zelf een onderzoek gedaan naar ongeveer 500-tal wereldwijde security, risk, IT en corporate governance praktijken. Die gedestilleerd tot een matrix van 25, het meest belangrijke, die je als bestuurder op orde moet hebben. Dat is die matrix gepubliceerd in de Verenigde Staten. En over die matrix gaan we met dat meetinstrument, wat ik helemaal in het begin liet zien, security meten, waarbij je op al die niveaus van governance, management, operation meetbaar maakt hoe je ervoor staat, gaan we meten.
Dus je pakt die controls en wij noemen dat even volgens ook weer theorie, structuren, processen en relationele mechanismen. Want je hebt het vaak over een proces inregelen in een organisatie. Je hebt het over de structuur, dus reporting lines. En je hebt het over relationele mechanismen, dat is met name cultuur die er heerst. En die drie zijn heel bepalend over hoe je security in gaat regelen. Dat is ook het vertrekpunt voor COVID-5. Als je COVID-5 leest, zie je die drie terugkomen. Nou, dan ga je meten en vervolgens doe je netjes verslag, dus maak je het transparant door aan te geven, oké, waar is dan mijn bewijslast dat bijvoorbeeld lessons learned over security incidenten daadwerkelijk een terugkerend item is op de agenda. Dat zie je bij veel organisaties en nou, dat hebben we. Dan vraag ik, nou laat die logboeken maar eens zien van die DDoS-afversing van vorige maand, want dat zijn dingen die echt aan de orde van de dag zijn in de praktijk. En dan is er eigenlijk geen verslaglegging over het incident, het type aangifte, maar ook niet bijvoorbeeld over wie gaat nou de verantwoordelijkheid nemen in een vervolgproject. En dus waar leggen we de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid op bestuurlijk niveau. En dat wordt vaak bij de IT-afdeling neergelegd en daarmee is het af. Je hebt het over security governance en je wil signalen uit de organisatie niet negeren, omdat je dat op dat niveau moet borgen. Dus je pakt die 25 en vervolgens ga je dat bewijzen. Volgens de auditor dus opzet samenwerking, bewijzen. Middels verslag van al wanneer en door wie is dat geregistreerd. En dat moet de bestuurder wel doen, of de security officer die zijn bestuur adviseert erover. En uiteindelijk ga je erover rapporteren. Met een mooi dashboard, dat is al mooi, een mooi kleurtje van hoe doe je het. En vervolgens kun je dus inzoomen. En nou, wat zit er dan achter zo'n governance structuur? Wat zit er achter zo'n governance proces op dit niveau? En dan heb je in ieder geval alvast in kaart hoe is het geregeld, zou het geregeld moeten zijn. En vervolgens moet je natuurlijk iets gaan doen. En dan hebben we het over de business case. 50% van de gevallen bij security investeringen worden geen business case gemaakt. Wie maakt er wel eens een business case over zijn security investering? 50% minder. Ik denk dat we hier dan praten over 2%. Dat is natuurlijk 100 man, want er zitten twee mensen die een vinger opsteken. Dat is best weinig. Want uiteindelijk is het wel belangrijk om aan te tonen waarom je het nodig hebt. Maar ook wat je alternatief is. Is er een alternatief voor de security investering die we gaan doen? En of dat nou een firewall is of een nieuw proces, of het aannemen van een security officer, is wel belangrijk. Dat zeggen we, verbaast mij ook niet dat heel veel security officers vandaag de dag op straat komen. Omdat je moet wel aan kunnen tonen dat je er ook toe doet. Nou, vervolgens ga je... we hebben dat heel mooi uitgetrokken natuurlijk. Hè, en in Stefan Ant hebben we heel mooi alle business cases. Onderbouwingen, alle business case criteria onder de loep genomen. Zeg, nou, als je het hebt over security, dan moet je aan de volgende zaken gaan denken. Ik heb het over business case goals. Daar kan ik een aantal distilleren. Ik heb het over business case content. Wat moet daar dan in staan als je het over dit onderwerp hebt? En ik heb het over business case activiteiten. Van wie gaat dan wat doen? Wie gaat welke taak uitvoeren in die business case? Nou, door dit heel gestructureerd vast te leggen. En feitelijk te onderbouwen waarom je het nodig hebt, dan wordt je bestuurder wel blij. En dan realiseert hij ook in één keer waar het om gaat. Dus dit is eigenlijk nodig om dat daarvoor te doen. En dat ook netjes vast te leggen in een instrumentarium waarbij je aan kan tonen dat je ook in controle bent over het verhogen van die maturiteit. En het bouwen van die business case. En dus we gaan eigenlijk financieel rechtvaardigen op een heel gestructureerde manier waarom we een bepaalde investering nodig hebben. Als je het over die bedrijfsdoelstellingen, dan heeft COVID ook een aantal mooie bedrijfsdoelstellingen gedestineerd. Er zijn heel veel studies op al generieke business goals gemaakt. Maar dit zijn eigenlijk de meest belangrijke. Die laat je straks even zien. Even het vertrekpunt voor COVID-5. Hè. Ik weet niet, wie kent COVID-5? COVID-5 voor security. COVID-5 voor risk. COVID-5 voor assurance. Ja, die zet uit, dat is heel interessant, want daar gaat het eigenlijk over het borgen van een continu proces. We klagen eigenlijk al dat we heel erg in de planfase blijven hangen, maar niet doorakkeren. Dus dat is een mooie om in ieder geval te lezen. Wat zijn nou de principes voor het assuren van het proces? Nou, COVID-5 gaat uit van het stakeholderbelang. Interessant detail is dat uit onze praktijk blijkt, wij doen 100 assessments per jaar, waaronder stakeholderanalyse, waarbij we technisch en juridisch in kaart brengen hoe afhankelijk
Je bent van stakeholdermachten en waar dan jouw kwetsbaarheden zitten. Dat organisaties 200% van hun stakeholders niet kennen. Dus ze definiëren dat vanuit allerlei businessdisciplines een aantal, maar ze kennen daarvan een heel groot deel niet. En ook niet de impact die ze hebben op hun systeem. En dat is een risico. Nou, dus daarom zeggen wij dat in COVID 5 definiëren naar die stakeholder. En die heb je natuurlijk digitaal, maar die heb je ook bijvoorbeeld toezichthouders of regelgevers die iets van jou verwachten. Die in kaart brengen, want uiteindelijk ga je daar die bedrijfsdoelstellingen op hebben. Dus als je kijkt naar die COVID 5 doelstellingen, businessdoelstellingen, dan is het ook belangrijk om te realiseren. Die stakeholder heeft daar belang bij. Nou, wij hebben een heel mooi onderzoek gedaan onder 48 security professionals met meer dan 20 jaar ervaring. Wat zijn nou business logs die relevant zijn voor business information security? Zodat die meteen ook duidelijk gerangschikt zijn over waar moet je nou starten. En die hebben we vervolgens afgezet tegen bedrijfsdoelstellingen om dat gesprek wat meer op gang te brengen. En daarmee ook naar bestuurder aan te kunnen tonen van nou, de practices die wij uitoefenen dagelijks, dragen die bij in bedrijfsdoelstellingen. En dat gesprek alleen al leidt tot een hele mooie discussie. En laat ze de exercitie doen waarbij ze laat scoren op een schaal van 0 tot 5. En je krijgt een fantastische discussie. Nou, heb ik net gezegd, als wetenschapper mag ik beter tegen wetenschap aanschoppen. Maar ik moet dan ook vervolgens aantonen dat ook te goed. Hè? Dus ik moet ook praktijkvoorbeelden hebben. We hebben nog maar een praktijkvoorbeeld van het grafische pensioenfonds. Ik weet niet of Robert van Erfler ook. Maar je zegt het weten. Nu wordt het warm onder zijn voeten. Nou, wat hebben we gedaan daar? Gekeken van, nou, wat zijn nou bedrijfsdoelstellingen van het pensioenfonds? En wat willen ze nou? Wat zijn hun strategische normen en waarden? Dat is eigenlijk een hele makkelijke exercitie. Als ze vragen een jaarverslag op, en dan zie je een aantal dingen. Die hebben we even gedestilleerd. En dat zijn de volgende. Zij willen professioneel bestuur bedrijven. Waarom? Ze willen overnemen. Nieuwe pensioenfondsen. Dus ze willen dat heel gestructureerd en professioneel doen. Dus dat vinden ze een belangrijk uit. Ze willen verantwoordelijk risico's nemen, op financieel gebied, maar ook op andere gebieden. Ze willen benchmarks verslaan, binnen de kaders, en ze willen zich differentiëren. Dus ze willen zich onderscheiden in de markt als een betrouwbare partij, waar vooral nieuwe pensioenfondsen moeten aansluiten. Als je het even vertaalt naar de mechanismes die we net hebben besproken, en je hebt het bijvoorbeeld over metriek op professionele bestuur, ga je weer terug eigenlijk naar die metriek, hè, die we net gehad hebben, risk appetite, business risk, die te definiëren en te meten, in kaart te brengen en vervolgens te rapporteren, dan heb je vanuit professionele besturing op bestuurlijk niveau over security, heb je dat in ieder geval afgelegd. Dus dat is één. Eén bedrijfsdoelstelling in ieder geval verdiend. Dan hebben we de inzage in risico's en impact, want zij willen weten welke risico's lopen. Nou, ze gaan heel veel uitbesteden. En dat uitbesteden brengt andere risico's met zich mee dan dat je dat in huis doet. Brengt voordelen met zich mee en nadelen. Nou, die duidelijk in kaart brengen, vastleggen, wat ga je ermee doen. En dat vervolgens heb je in onze laatste vastleggen, KPI's, ook weer in zo'n monitor. Wat hebben we afgesproken met die stakeholder die kritische applicatie host of functioneel beheer moet doen bijvoorbeeld. Door dat heel duidelijk in een kader te gieten, waardoor je meer regie gaat voeren over de keten van digitale systemen. Nou, die metrieken, dat is ook mooi voorbeeld. COVID 5 zit vol met metrieken. Als je het hebt over governance, management, operations, wat dat betreft echt de ideale leidraad om ook feitelijk dit zaken te gaan meten. Ik heb hier een voorbeeld bijgevoegd van, als je het hebt over externe bedreigingen, dan heb je een hele mooie tooling om bijvoorbeeld cyberaanvallen in bijvoorbeeld de gaming-industrie in de Oekraïne te distilleren. Dus heel erg gericht op jouw organisatie. Wat gebeurt er over gedurende de dag, over de hele wereld, in mijn domein, op bepaalde gebieden? Er zijn er SQL-injections in de regio van Polen, in mijn utiliteitenindustrie. Dat kan je heel mooi destilleren. Dat zijn belangrijke metrieken om mee te nemen, om vervolgens feitelijk te kunnen zeggen, wij doen daar iets tegen. Nou, dat zijn de toolings die je gewoon kopen, hè? Dus zoiets heel erg spannend. Wat willen ze nog meer? Nou, ze willen benchmark verslaan. Nou, ze moeten voldoen aan een DNB-norm. Dat willen ze vooral heel goed gaan doen. En die DNB-norm willen ze vooral gaan verslaan. Dus dan helpt het dat ze instrumentarium ook meteen een benchmark geeft over hoe andere financiële sectors dat doen.
je dat samenvat, dan heb je dus vanuit Business Information Security, Roland van Erving in dit geval, Jan had het niet, ik kan niet straks vertellen hoe we dat gedaan hebben, maar heb je, kun je feitelijk aantonen dat dus wat je doet als security officer de bedrijfsdoelstellingen dient. En dus bestuur verantwoord risico's, binnenkaders, en daarmee kan de PGP zich veel meer onderscheiden ten opzichte van de andere pensioenfondsen. Roland is blij, de bestuurder is heel blij, want die zegt nu gewoon dat je wil eigenlijk dat je elk kwartaal even verslaglegging gaat doen over dit onderwerp. Dus security in de boardroom, security governance. Nou, dus in ieder geval zijn we het gehaald, want hij wilde dat heel graag op de agenda krijgen in die bestuurskamer. En PGB laat ook zien dat ze daarin echt progressie boeken. Dus dat is een mooi voorbeeld waarbij je door goed security management waarde kan creëren. Valse verhouding van GGN dat er wel is. We hebben een mooi artikel over geschreven hoe zij dat doen door goed security management ook waarde te creëren. Even afsluitend wil ik nog even samenvatten naar waar we het over gehad. We hebben het gehad over dus, wat drijft nou die CEO, wat drijft die commissaris? Wat zijn nou bedrijfsdoelstellingen die je kan dienen als security persoon? Waar moet je dan rekening mee houden? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld, hoop ik dat het weer duidelijk maakt dat je dat ook daadwerkelijk kan realiseren. En daarmee ook veel rechtvaardiger je besluitvorming in die organisatie op financieel vlak kan onderbouwen. De 19 juni dat mooie congres op Nijenrode, wij noemen dat congres Meet Visionairs, dat is elk jaar, waarbij de internationale sprekers op dit domein laten invliegen. Daar gaat het echt over security governance. In dit geval is David Boes, professor Hoogboom over vrouwen en ethiek. Maar ook bijvoorbeeld de CTO van Oracle, security CTO van Palo Alto Networks, CTO van SafeNet, dus echt industry leaders over security op allerlei gebieden. Dus, registreer je vooral op de website om daar bij aanwezig te zijn. Wat een mooi event op Nijenrode in het koetshuis, leuke sfeer. Net zo mooi als hier. Hoop ik. Het was het voor mij, vanuit mij zover. Zijn daar vragen? Of heb je aanvullingen, suggesties? Is dat wat? Nou, wil ik graag een keer een voorbeeld geven wat een individu te reageren heeft gegeven. Ja. Dat is eigenlijk het voorbeeld. Zij hebben een aantal zaken. Heeft iedereen een vraag gehoord? Dus de vraag is eigenlijk, wat gaat PGB nu frequent rapporteren? Dus zowel naar het bestuur, vanuit de CISO, als naar de stakeholders. Nou, we zitten in dat traject om nu te fine-tunen. Het DNB is heel simpel, want dan moet je gewoon laten zien, we hebben dit geregeld. We hebben nu tegen DNB gezegd, nou log vooral in op die secure meter om te zien hoe je ervoor staat, hoe het PGB doet. En hij doet elke keer zelf assessment, zodat derde partijen dat kunnen zien. Nou, het gaat eigenlijk over DNB, maar ook ISO. Omdat zij volgens ISO werken. Dus je kunt exact zien, nou, waar score je op ISO. En wij hebben er eigenlijk iets aan toegevoegd door te zeggen, doe nou een Business Information Security Governance maturiteitsmeting. Dus dat die bestuurders ook continu dat op de agenda houden. Want het is een veel bekend probleem, hè. Je mag een keer je verhaal doen. En vervolgens denk ik, nou leuk, dan gaan ze weer verder tot de orde van de dag. Dan zijn ze bezig met differentiëren. Access to capital, hè, de punten die we hadden. Hoe kan je dat terug laten komen? Door elke keer die meting te doen, elk kwartaal. Maar je moet daarvoor wel even meekijken. Dus hij heeft echt wel urgentie gecreëerd om aan te geven, dit moeten we echt hebben. We willen onderscheiden, we willen het goed doen. Willen jullie dat ook? Commitment vragen, handtekening doen en vervolgens elke keer mee te doen. En dat zo te borgen. En dat zijn eigenlijk de drie dingen. Toch het effect van die drie dingen waarom zij met elkaar en naar stakeholders gaan rapporteren. Ik denk dat je concrete relatie moet hebben. De vraag over je moet het concreter de relatie leggen met bedrijfsdoelstellingen. Je hebt natuurlijk veel meer bedrijfsdoelstellingen. Volgende stap is natuurlijk dat je nogal meer bedrijfsdoelstellingen gaat dienen. Maar laten we vooral klein beginnen, kleine stapjes maken en die verbetering inzetten. Dat is eigenlijk bij PGD een case. Je hebt een aantal organisaties die zeggen, we willen meteen in een meteen scenario doen. Ik geloof het zelf niet, omdat het best wel complex is. Ik weet wel, het is vrij moeilijk om dat ook echt geborgen te krijgen. Nog aanvullende vragen? Of alternatieve argumenten? Ja, ik sprak over waardecreatie. Vooral om het weten en transparant en dan maak je gewoon een zicht van de software. Dat vind je dan echt waarde. Dat is een waarde. Ja. Echt waarde, dat is niet. Ja, dat is een hele goede vraag. We hadden
helemaal begin de vraag. Niet echt de vraag, maar even een plaatje over Impairment Resources. Dat is een bedrijf in Amerika die is failliet gegaan door data breach. Hoe kwam dat? Dat kwam niet zozeer omdat zij security niet goed op orde hadden, of dat ze wel goed of slecht op orde hadden, maar dat ze eigenlijk te traag reageerden. En wat krijg je dan? Dus even een opwerp, kom ik straks op terug. Wat krijg je? Als ik naar een ziekenhuis ga, dan verwacht ik eigenlijk dat zij mijn patiëntengegevens netjes huilen, netjes verwerken. Dat is een indirecte vraag. Ik zal nooit direct vragen, doe je dat wel veilig? Dat is ook wel een duidelijke vraag. Die vraag is nooit direct. Die is veel meer indirect. Die maakt dan wel eens vergelijk met zo'n HACCP-norm in de voedselverwerkingsindustrie. 10 jaar geleden vonden wij het heel raar, heel normaal dat je regelmatig ziek bent als je weer eten binnenkreeg. Dat kwam dan een hele mooie HACCP-norm. En die zorgde dat die hele keten veilig was. En waarom kwam die er? Omdat toen de tijd die hygiëne eigenlijk een soort indirecte vraag was. Ja, als jij dat niet had, dan kwam ook niemand bij jou eten. Dat was je oude business. En daar gaat security ook meer heen. Het wordt meer een hygiëne factor om goed bedrijfsvoering te doen. Dus de relatie met dat het direct nieuwe klanten genereert, dat geldt vooral voor hosting providers en dat soort bedrijven. Maar het hangt natuurlijk vanaf van je sector. Die is wel lastig te leggen, maar zeker als het niet direct heel erg gerelateerd is, dus een bank, een hosting provider waar je diensten gaat afnemen over information security, dan is het heel direct te leggen, want dan win je een nieuwe klant. Dan zeg je, hey, ook dan, nou, we hebben een nieuwe klant, dus dat creëert waarde. Maar de kunst is wel dat je dit soort dingen doet. Eigenlijk volgens value creation criteria de verslaglegging doet en dan aantoont dat je voldoet aan bedrijfsdoelstellingen die als eerste stap. Dat IT Risk van Harvard is een interessant boek, want daar worden een aantal bedrijven geanalyseerd hoe ze dat doen, maar ook die gefaald hebben daarin. En de publieke perceptie zo slecht was, waardoor ze klanten verloren. En zo omkeren. We verliezen klanten als we niet goed orde hebben. Heeft dat een beetje antwoord op je vraag? Nee, ik heb een beetje dat ik zo afvragen. Als overweegt om investering te doen, uitblijven van normaal. Ja, ja. Dan wordt er weinig aan risico. Dat denk je dan, je weet niet meer risico. Ja. En als je ook weer ergens waar je dan weer de baas, omdat je dat weer vast hebt, vind je dat je risico mee hebt, een grote kans hebt dat je een goede investering hebt, een investering die daarop opbrengt. Ja. Dan wordt het ook niet zo. Nou, er zijn wel artikelen ook in Japan, is een studie gedaan, naar wat doet de security breach met de waarde van stock value. Hè? Dus ik wil investeren in een bedrijf die bijvoorbeeld een breach heeft gehad, heeft dat effect dan op de stock value? Daar zijn artikelen over geschreven. En er zijn nu ook stemmen die opgaan over, ga je nou, als jij een retailer koopt, online retailer, dan doe je eigenlijk, doet iemand, doet het heel veel op cijfers, maar nooit op de technische kwetsbaarheid. En dat zijn wel dingen die gaan komen. Dus je doet bedrijf, wij zijn ook zo'n bedrijf. We zijn ook gespecialiseerd in investeringsmaatschappijen te helpen die deeltjes doen op een organisatie. Hoe kwetsbaar zijn ze voor diefstal van patenten? Dus dat zie je wel meer komen. Dat is denk ik wel een hele verdiepte vraag. Want tegenwoordig is het allemaal digitaal gebaseerd. En wat koop je eigenlijk? Virtuele bedrijven. Maar namelijk het digitale beheer, digitale beheer, de laatste vraag heeft voor Joeri.